Jullie zijn boos en verontrust. Waarom? Omdat het bestuur een voorgenomen besluit heeft genomen het OPDC te sluiten per 1 augustus 2016. Zonder daarvoor nog goede alternatieven te hebben gegeven hoe ze het straks gaan oplossen voor de kinderen die hier op school zitten. Er zitten 280 kinderen op school. Nou, het zijn leerlingen met leerproblemen van allerlei aard. Van autisme tot dyslexie. En kinderen die gewoon wat meer aandacht nodig hebben en in kleinere groepen beter kunnen leren en zich concentreren. Ja. We hebben de wet passend onderwijs en de VO-scholen moeten zoeken voor passend onderwijs voor al deze kinderen. Alleen blijkt dat lang nog niet overal dat goed geregeld is. Nee, waarom gaat de school eigenlijk dicht? Ja, ze hebben het nog niet met zoveel woorden gezegd, maar het is een financiële kwestie. Het is een bezuinigingsmaatregel. En dan doet zich natuurlijk de vraag voor, hoe kun je nou zeg maar een expertisecentrum waar je de concentratie van allerlei expertise en didactische middelen en personeel hebt, wat eigenlijk een heel groot efficiënt systeem is. Hoe kun je nou zeggen dat dit niet goed is en volhouden dat het beter is om het weer op te splitsen onder het mom van dat is kostenbesparend? Nou, dat vragen wij ons af. Nou, we hopen dat er een vorm, en Nijrees een kleinere vorm, blijft bestaan. Alleen ja, er zullen heel veel kinderen terug moeten stromen naar het reguliere onderwijs. En ja, dan moeten ze daar op de een of andere manier goed opgevangen worden. Maar als jij een kind bent met heel veel last van prikkels, dan ga je niet goed functioneren in een hele grote school waar 1500 kinderen tegelijk rondlopen. De ouderraad was inderdaad perplex toen wij berichten horen kregen. En de ouders die voelen zich natuurlijk totaal machteloos en buitenspel gezet en helemaal niet serieus genomen. Ja, daarom dachten wij dat het zinvol was om die informatieavond te organiseren. Hebben daarvoor ook de besturen van zowel oud als nieuw uitgenodigd, zodat zij konden toelichten aan ouders wat de ideeën en de plannen zijn. En ook te luisteren naar de ouders van wat er leeft en speelt. Helaas zijn ze er niet op ingegaan.